tweemaal per maand, van december tot en met april, doet de kustvaarder Antillia het eiland Sint Eustatius aan, waar in die periode de zoete aardappels worden gerooid. Deze zoete patatten zijn het belangrijkste exportartikel van het eiland. Het loof van de knollen is een uitstekend veevoer. Het succes van de oogst hangt af van de regenval. De zoete aardappelen kunnen niet lang bewaard blijven en daarom worden de knollen pas enkele dagen voor de aankomst van de Antillia gerooid en in zakken gedaan. Een werkje waarbij de jeugd ijverig meehelpt. Met ezeltjes die men op het eiland veel ziet en daar waar wegen zijn ook per vrachtauto, worden de patatten naar de kust gevoerd, waar ze korte tijd worden opgeslagen in oude pakhuizen langs de Oranjebaai. Toen Oranjestad tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog een bloeiende nederzetting was, stonden er vele van deze pakhuizen langs de baai. Nu resten er alleen nog ruïnes die door de branding omspoeld worden. De zakken moeten per roeiboot naar de coaster worden gebracht, die niet dichter bij de kust kan komen. Als de oogst gunstig op Aruba en Curaçao wordt verkocht, vinden de 1000 inwoners van het paradijsachtige maar arme eiland Sint Eustatius in de zoete patatten een goede boterham.